Abdul Wahid van het Lyceum 1, Danito Koromosuto van het VWO 4 en Egan Ramdin van het Lyceum 2 vertegenwoordigen Suriname op de Internationale Natuurkunde Olympiade 2016. Samen met studenten uit 80 andere landen zullen ze strijden om een medaille in de natuurkunde. Dit jaar wordt het evenement gehouden in Zurich, Zwitserland. Het team is gisteren vanuit het universiteitscomplex de reis begonnen naar Zurich met een tussenstop in Amsterdam. Wahid Koromosuto en Ramdin zijn de winnaars van de Nationale Natuurkunde Olympiade, een jaarlijks terugkerend toernooi voor VWO-scholieren. Dit toernooi wordt vanaf 1990 georganiseerd door het Comité Natuurkunde Olympiade Suriname, SINOS. En de voorzitter Wirin Ayodhya is blij dat de organisatie, ondanks de economische situatie, een team heeft kunnen afvaardigen. Ze zijn achter 2 weken uit landen. Het evenement zelf duurt ongeveer 1,5 week. En natuurlijk met reis gaan en komen. Dus ongeveer 2 weken zullen ze weg zijn. Voor deze studenten is het de eerste keer dat ze meedoen aan de internationale olympiade. Maar wij zelf, Suriname, zelf die doet al sinds 1991 mee aan de internationale natuurkunde olympiade. En dat wordt dus georganiseerd door de Stichting Comité Natuurkunde Olympiade Suriname. En dat doen we dus al 30 jaar bijna. Er zijn 2 begeleiders. De eerste begeleider is de heer Bing Tan. Hij is een bekende natuurkundedocent hier op de universiteit. Dus hij gaat de kinderen dus begeleiden. En in Nederland is er nog een begeleider, Ignace Jimidar. Dat is ook een ex-Olympiadeganger, ook een bestuurslid van ons. En die studeert nu in Nederland, die gaat zijn promotie ook doen in natuurkunde. En hij gaat dus vanuit Nederland dan met de ploeg mee naar Zurich. Wirin Ayodhya is voorzitter van het Comité Natuurkunde Olympiade Suriname. We spraken hem gisteren in verband met het vertrek van het team die Suriname dit jaar zal vertegenwoordigen op de Internationale Natuurkunde Olympiade in Zurich, Zwitserland. De afvaardiging van de Surinaamse delegatie is mogelijk gemaakt door het bedrijfsleven. De Olympiade zelf is geadopteerd door Rotary Club Paramaribo. Winnaars hebben tijdens de Nationale Natuurkunde Olympiade zowel voor hun theorie als praktijkopdrachten de hoogste cijfers gescoord. Aan de eerste ronde die plaatsvond, en dat is op 13 juni 2015, deden 105 VWO-leerlingen mee. Hieruit werd een selectie gemaakt van 47 die doorstroomden naar de tweede ronde. Op basis van de prestaties werd vervolgens een groep van 15 leerlingen geselecteerd voor de derde ronde. Uiteindelijk stroomden 9 leerlingen door naar de finale ronde, waar uiteindelijk 3 leerlingen werden geselecteerd.